Nou, hij heeft eenzijdige informatie. En dat heb ik hem ook aangegeven in het gesprek afgelopen vrijdag. Want zeker als het gaat om het stukje van de financiële administratie, ja, dan als zaken afwijken, dan ligt het aan de onderdirecteur, meneer John. Want hij weigert 3 offertes op te vragen als zaken moeten aangekocht worden, zoals computers, hydrofoors, etc. Het zware materieel. Hij is degene die afwijkt, geen offertes opvraagt en dan steeds met 1 offerte maar komt en dan moet er uitbetaald worden. Dit is een probleem dat zich niet nu voordoet, als bij de andere raad van toezicht was dat het geval. En nou, meneer blijft persisteren. Dus als meneer Ory kiest voor deze persoon, dan moet het volgens zijn verantwoordelijkheid zijn. Als het gaat om het HRM-stukje, dan zeg ik ja. Hoe kan ik een HRM-beleid voeren met mensen die een middelbare school of lager hebben? Wacht even, mevrouw Venetiaan, laten we even de dingen bij naam noemen. Hij had het over de taakbelasting van docenten. Hij had het over het niveau van de opleiding. Hij had het over een vertrouwenscrisis binnen het management van het IOL. Hij had het over dat er diverse keren gesprekken gevoerd werden. En hij had het over dat opdrachten genegeerd werden. Ik kan niet spreken over opdrachten die genegeerd worden. Met name het directoraat HWO, ja, die heeft vooral geëist dat de lesurenstaten op een andere manier uitgevoerd worden. De Raad van Toezicht heeft zelf gezien dat dat niet zo 1, 2, 3 te realiseren is. Dat er een nieuw systeem mogelijk aangekocht moet worden. Dat de taakbelasting met behulp van, dat wilde tenminste de Raad van Toezicht, met behulp van een percentage berekend wordt. Al dat soort dingen, ja, die zijn nu in voorbereiding. Er is al gezegd, hé, we gaan het niet halen in oktober, om dat al gerealiseerd te hebben. En omdat we dus realistisch zeggen, het gaat niet lukken. Daarom is er een probleem hiermee. Ik ben niet de enige die de lesurenstaten opmaakt. Ik ben afhankelijk van de opleidingscoördinatoren. Zij moeten hun informatie opsturen en daarna worden de staten gemaakt. Ik sprak trouwens zo net op basis van de informatie die net door de minister is gegeven. Hoor. Kijk, er is een onderzoek geweest, lees ik in mijn brief door de Raad van Toezicht. En ik heb dus vooral de vraag van, is er een representatieve streekproef genomen? Of zijn slechts de opleidingscoördinatoren van de opleidingen die bij de bond zijn aangesloten, zijn die alleen maar geïnterviewd? En waarom ben ik niet geïnterviewd als het om mij gaat? De minister praat over het belang van de studenten. Sinds ik aan ben getreden, zijn er al een stuk of 500 studenten afgestudeerd. We zijn begonnen met een achterstand van MOA-studenten. Dat is een oud onderwijssysteem, waarbij een heleboel studenten waren weggevallen. Daarvan zijn een stuk of 210 al in 2022. Nadat we een soort crash course met die studenten hebben uitgevoerd, zijn ze allemaal afgestudeerd. We zijn nu bezig met de groep van ALO. Dat was de zorggroep van 2019-2020. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. De studenten werden plotseling geconfronteerd met het feit dat ze voor de academische lerarenopleiding zich hadden ingeschreven, dat ze voor een groot deel online lessen zouden volgen terwijl ze nog niet eens een computer hadden. Het programma stond onder leiding van mevrouw De Bies, Nieuwijlen. En het was allemaal in opdracht van minister Verrier. Deze groep die studeert nu op een correcte manier af en behaalt netjes zijn 240 studiepunten.